Nou, ik ben Melvin Wiersma, ik ben 17 jaar oud en ik woon in Leeuwarden. En ik heb een grote passie voor radio maken. En niet zomaar een passie, want Melvin heeft ondanks zijn jonge leeftijd al een aardige radiocarrière achter de rug. Vandaag heeft hij zijn eerste uitzending bij alweer een nieuwe omroep. Hij heeft de afgelopen jaren dan ook behoorlijk wat ervaring opgebouwd. Nou, ik ben begonnen bij Mercurius. Toen ben ik naar Radio Middelzee gegaan. En ik heb ook nog een klein internetstationnetje gehad. Toen ben ik weer teruggekomen bij Mercurius. Ik heb ook nog gewerkt bij On Air Radio, dat is een internetradiostation. Ja, toen ben ik bij Leo gaan solliciteren. En ja, ik ben bij Leo gaan solliciteren omdat ik vind dat ik als Leeuwarder, en ook ik ben ook in Leeuwarden geboren, gewoon op Leo hoor. Want ik ben een Leeuwarder en waarom zend ik dan niet uit in mijn eigen stad? En dat doet hij nu ook met zijn nieuwe radioprogramma Melvin's Party op de nieuwe lokale omroep van Leeuwarden, Leo FM. Bij Radio Middelzee maakt hij het programma Het MP3 Paleis, waarin hij allerlei genres aan muziek voorbij laat komen. Maar dat moeten we volgens Melvin niet verwachten van zijn nieuwe programma bij Leo. Mijn show hier bij Leo FM is iets totaal anders dan wat ik op zaterdag doe of op vrijdag bij de andere omroep Radio Middelzee. Hier bij Leo gaan we richten op donderdagavond, de avond dat jongeren gaan stappen. En daarvoor gaan we muziek draaien. Voor Melvin een leuke nieuwe stap, maar Radio Middelzee was even bang om een trouwe medewerker te verliezen. Maar dat is volgens Melvin nog lang niet het geval. Middelzee, daar zit ik al 4 jaar, zoals ik net ook al zei. En ja, ik zit er 4 jaar en dan ga je ook niet zomaar weg. Dus ik blijf het lekker alle twee doen en ik vind het leuk. Dus, ja. Echte radioman dus. Een echte radioman, ja. Een jongen met veel potentie zou je zeggen. Toch schat hij zelf zijn kansen niet erg hoog in. Want ondanks zijn grote passie heeft hij niet gekozen voor een opleiding in de mediasector. Zelf doe ik een ICT-opleiding op het Friesland College. Dat heeft iets totaal anders dan met radio te maken. En dan vragen mensen me wel eens van, hey Melvin, waarom doe je niet een mediaopleiding? En daar zeg ik heel eerlijk op, omdat ik zelf vind dat ik niet zo ver kan komen als ik zou willen komen. Maar mocht hij het zover kunnen schoppen om regionaal of zelfs nationaal radio te kunnen maken, is de keuze voor hem snel gemaakt. Als het lukt, als het mij gaat lukken om bij de radio te komen, dan wil ik er ook voor gaan en dan ga ik daar ook voor. En dan laat ik dat wat ik heb geleerd achter. Kijk voor meer informatie op omroepleo.nl.